Hoppakee. Box workout. Ik heb mijn nieuwe boxschoenen aan. En die moeten getest worden. Als je denkt, het klinkt die mits nou raar. Kom ik een beetje in. Vind ik toch wel zo lekker trainen. Ik doe er eigenlijk te weinig op camera. Nu moet je nu maar door het gelispel heen bijten. Hoppakee. Jump rope. Heb je nodig. Ga lekker een paar minuten zitten. Lekker warm springen. En dan gaan we een paar lekkere setjes op de bokzak doen. Yes. Hoppakee. 6 minutes. Lekker van alles wat. Lekker los. Lekker soepel. Vijftien seconden nog. Lekker even schaduwen. Oké, okay. Even lekker uitspringen, 2 minuutjes, hoppakee. Okay.
Okay. Zo. We gaan dadelijk 10 rondes afleggen. Van een half minuut power, een half minuut lekker flowen. In de powerrondes, doe je lekker bam bam, korte acties. Ja, niet te veel stoten achter elkaar. Maximaal 4. In de relaxrondes, pak 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 pak. Dan blijf je eigenlijk lekker in werken, lekker in flowen. Zo gaan we 10 rondes afleggen. Ja? Zo. Voor degenen die zich afvragen waarom doet die jongen geen bandages om. Ik vind het af en toe wel eens lekker als het gewoon door mijn handschoenen heen gaat, die stoten. Dan ga ik namelijk precies echt mijn knokkels voelen dat ik daar netjes poef op mijn knokkels stoot. Ja? Nou, ik doe dat al heel vaak. Dus de kans dat ik mijn polsen omknik is heel klein, maar ik zorg wel dat ik mijn polsen ook in de juiste houding heb, zodat ik ze niet omsla. Yes? Over 10 seconden gaan we beginnen met power. Thank you.
Bus. Okay. Helt ingen ønskevekt. Så bare arbeid 10 minutter bilskvist. Fertig. Nå er det å springe. Hopp. Lekker relax tempo. Yes, same stand. Lekker losgooien, je ziet. Ik strek mijn schouders extra uit. Ik heb geen vaste vuisten. Ik laat het uitflappen. Heup erbij. Je ziet hoe dat ik het lekker lang maak, pak ik mijn kin fijn in. Hè. Yes. Pak een touw erbij. Gaat-ie. Knieën even. Yes. En weer lekker stoten. Lekker lang maken weer. Lekker die handen uitflappen. Yes, touw er weer bij. Knieën even. Here we go.
Yes. Lekker gestoten. Boom. Okay. Yes. Nu pakken we de handschoenen erbij. We gaan nog een rondje boksen. We gaan lekker uitwerken. Gewoon een beetje bewegen. Ik wil dat we een beetje bom, hop, lekker pof, pof. Los op de voeten, alsof je een touwtje springen bent. Dus lekker licht. Het is geen knockout boksen, maar het is meer het puntenboksen. Hit and run. Hop, hop, bom. Hop, bewegen. Pap, pap, pap. Hop, eromheen. Wel proberen te blijven werken. Het wordt een 6 minuten ronde, dus op zich wel hevig. Probeer te blijven werken en blijf licht op je voeten. Is ook niet mijn natuurlijke habitat, zal ik maar zeggen. Maar het is wel goed om te trainen. Ja, voor degene die mij kennen qua vechten. Ik pak er liever een om er twee uit te delen. Dan, ja, dan een beetje springen, zeg maar. Maar toch is het goed als ik ook dat leer om daarin op mijn gemak te zijn. Dat doen we nu al een hele periode. Ik voel me daar steeds comfortabeler, steeds beter bij. En vandaag dat we nu ook eens in een workout zetten. Prap, prap. Yes. Lekker dansen, puntenboksen. Af en toe wel gewoon een flinke poeier erin. He, dus met vechten ook. Je bent puntenboksen, puntenboksen. Je ziet, hé, hey, daar zit continu een gat. Boef. Dan doefel je hem er gewoon een keer duchtig op. Ja? Dat is nog een vaktaal, hè? Toch duchtig opdoefelen. Google dat maar eens. Over 10 seconden